Achters blijven knagen, dus ik moest je weer eens spreken. Want 5 jaar geleden werd mijn laatste brief geschreven. Die fase liet ik weten dat ik graag met je wou praten. Ik worstelde met Gaza, geld wat ingezameld. Ik wou vechten voor je baby, dus ik liet de wereld weten. Hoe al mijn mensen sterven, hoe mijn zusters overleven. Hoe we slachtingen herleven, van Sabra en Shatila. De pijn van de doden voel ik kleven op mijn ziel. Zie daar, Yassin, het bloedbad in Jenin. Liet weten hoe ik flipte, omdat niemand ons wou zien. En dit is mijn verhaal. Ik deel het in de brief. Mijn eerste levensjaren maakte drama haar passage. Ogen vers geopend, maar herinner nog die dagen. Wegrennen voor soldaten, raketten neergeslagen. Schuilend in het bunker met angstige madres. Schreeuwende kids, jonge baby tranen. Oorlog in de mix, door gerechtigheid verlaten. Werd verraden door die bitch, ze liet ons in de steek. De paden van trauma's verwerk ik nu alleen. Pas later toen ik ouder werd, herkende ik de klappen. Schreeuwen te voor baby's, dan slaan me stoppen door. Zie flashbacks van oorlog, het voelt crazy dit te schrijven. En kan de pijn pas voelen als een zelf is gepijnigd dus. Ik moest eraan geloven, ik zag de opstad als een hel. De koelkast en de droger kwamen alle van grof vuil. Belegerd des hels, dan kochten we de kleding. Kon niet komen met de mening, wat je kreeg dat moest je dragen. Gele shirt, paarse broek. Nieuwe levensfase. Welkom bij passages door de ogen van mijn moeder. Vele naasten zijn verloren. Heeft vele dood zien bloeden. Haar oom die zag de dood. Puber neergestoken. Haar broertje doodgeschoten. Haar neefje doodgeschoten. Hoe doop is een verloving als de dood de haar cadeau is? De vraag is of er hoop is. Vaak heb ik mijn twijfels. Starend naar mijn moeder door haar littekens getreiterd. En velen die zijn blijvend. Die fase nog steeds pijnlijk. Veel tranen zijn gevallen op de trouwdag van mijn moeder. Open kranen, vrouwen druppels. Die rouwen om hun broeders. Een nieuwe man erbij. Maar ook 2 van de lijst. Het is sterven van de pijn. Broeders slagen zal niet lukken. Geen optie om te blijven. Dus verkozen om te vluchten. De keuze is gemaakt. Naar Nederland te komen. Voor beter wonen van haar zonen, hopen dat het lukt, maar mijn zoon gedroeg zich nuchter en liep politiek alleen. Een lange tijd begreep ik niet waarom mijn zus dat deed. Maar lieve Palestina, dit keer neem ik je echt mee. Na zieke en verdrietige verklaringen van haar. Want jaren stond ze daar, demonstreerde op de straat. Schreeuwend naar de wereld, wereld laat ons niet vervagen. Ze stond er met mijn paps. Maar kon het niet verdragen, gekweld door de beelden. 2e intifada, Mohammed de Torah. Ze zag hem met zijn vader, Israëlische soldaten. Blaasden tot zijn laatste adem. Zij keek snakte naar zuurstof, verdrinkend in haar tranen. Zag Faris, Oud, jonge stenen gooien. Gestorven in zijn bloed, Faris doodgeschoten. Rust en vrede. Ik weet je leeft in harten, want je moed die was in polies. Ik zag weinigen zo dapper in zijn eentje voor een tank. Steen versus ijzer, hoe smerig is de mens? Lafaard versus strijder, mijn zus zag het gebeuren. Zag heel de wereld kijken, heel dit leven aan het lijden. Schat, ik zweer, ik voel je pijn. En daarom blijf ik eeuwig zo verwikkeld in die strijd. Gooi je vuist in de lucht als je verwikkeld blijft. Ik wil nog 1 ding zeggen, ik mag geen speech houden. Maar richting alle jongeren wil ik vandaag zeggen. 1, bedankt dat je hier bent. Ik begrijp dat jullie woedend zijn. Maar laat je niet provoceren. Als hier straks iemand komt schreeuwen. Of als iemand op zoek is naar ruzie of naar problemen. Laat je niet provoceren. Dit is wat ze willen, want ze zien dat dit gefilmd wordt. En daarom willen ze dat wij woedend zijn. Daarom willen ze dat dit escaleert. Maar wij gaan dit vandaag niet laten escaleren. En dat doen we niet voor onszelf alleen. Dat doen we voor Palestina. Dus als je woedend bent, steek je vuist in de lucht. Maar laat je niet provoceren.